De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering besloten om na drie jaar te stoppen met het experiment van de sociale raad. Met twaalf stemmen voor en dertien stemmen tegen werd een streep door het experiment gezet. De coalitiepartijen stemden voor, het CDA, Anders Nu en Ton Hansen stemden tegen. Door de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad, omdat een aantal raadsleden naar andere partijen zijn overgestapt, werd Ton Hansen de beslissende factor. U was voorheen een voorstander van de Sociale Raad en nu heeft u tegengestemd. Hoe komt dat zo? Ja, dat komt. Ik ben voor bestuurlijke vernieuwing. Alles wat het democratische proces beter maakt. En we wisten van tevoren niet hoe dat uitpakte. Maar ik heb in die werkgroep gezeten. We hebben er drie gehad. En dat kostte zoveel energie voor die mensen bij elkaar te krijgen. En je bereikt maar ja, heel weinig mensen. Dus 30 mensen per sociale raad. En dat zijn veel te weinig mensen voor het de de democratische proces goed voor elkaar te krijgen. En daar heb je andere middelen voor. Uh, zo vlak voor de verkiezingen, dadelijk zit er een nieuwe raad, een nieuwe samenstelling, moeten we als uh, raad van PLMA's niet uh, de raad gaan verplichten met een driejarig traject zoals het voorstel nou was. Bovendien de kosten 42.000 voor alleen. 2018, om uh, de mensen zeg maar, te mobiliseren om mee te denken over een democratisch proces. Dat gaat ons te ver. Dus uh, er waren verbeteringen, maar dit wat nu voorlag, was voor ons nog lang niet goed genoeg om door te zetten en verplichtend aan de nieuwe raad op te leggen. Pelemaas was de eerste gemeente in Nederland die een groep geloten inwoners liet meedenken over een actueel onderwerp aan de gemeente. De voorstellen van de eerste drie bijeenkomsten van de sociale raad werden unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Uit evaluatie van het experiment bleek dat er binnen de gemeente Maas, zowel onder inwoners als raadsleden, voldoende draagvlak was voor continuering. Toch werd er anders besloten. Zondag werd er in het politieke veno gesproken over het betrekken van de burger bij de overheid. Wij moeten wel een besluit nemen in de raad. En als we dat niet doen, en het maar overlaten aan deze mensen, met alle goede bedoelingen natuurlijk, maar als er geen consensus komt, ja, dan zeg ik van. Stoppen ermee en we moeten een besluit nemen. Je kunt niet zonder meer zeggen: Oh nee, ik ben tegen uh, IV. En je kunt ook niet zeggen: Ik ben voor IV. Daar zitten heel veel kanten aan. En die dialoog, die, die verschillen en tegenstellingen overbruggen, daar heb je gesprekken voor nodig. En niet een simpel hokje: Ja, nee. Het CDA geeft aan dat er voorbeelden zijn van digitale burgerplatformen die ook goed werken. en waar je de burger wellicht beter mee kan bereiken dan via de sociale raad. Een digitaal burgerpanel, daar zijn wij voorstander van. Ook burgerpanels aan zich zijn wij voorstander, waar je de dialoog aan kunt gaan en mensen laagdrempelig kunt benaderen. Het systeem van de sociale raad heeft uitgewezen dat het moeilijk was om de mensen bij elkaar te krijgen. Los daarvan, mensen die mee hebben gedaan, waren tevreden en nog heel veel respect daarvoor. Maar dat proces is veel te stroperig geweest om mensen echt dicht bij de democratie te betrekken. Daar zijn technische middelen voor om dat veel sneller, efficiënter en vooral laagdrempeliger te doen. Maar maar die, die referenda die moet je ook houden in combinatie met die dorpsvisies en wat er in de dorpen gebeurt. Dus die combinatie met zelfsturing. Zelfsturing gaat heel diep en de referenda die gaat ondiep. Maar die combinatie die kan best goed werken.